Door de hoge besmettingsgraad in Vlaanderen kampen steeds meer scholen met een ernstig lerarentekort. En soms staan leerkrachten er echt alleen voor. En wie van jullie weet wat de hoofdstad is van Frankrijk? Parijs. Goed zo, dat klopt. En nu zal ik eens een hele moeilijke vraag hebben. De hoofdstad van Indonesië. Nu nog Jakarta, maar binnenkort waarschijnlijk Nusantara. Joris, we zijn gewoon van uw gsm aan het aflezen. Dat is bedriegen, hè, jongen. Dat kan echt niet. Kom, ga maar naar de directeur. Er is geen plaats voor bedriegers in mijn klas, hoor. Boh. Zeg het eens. Waarom moest je naar hier komen? Zeg het maar of ik vraag het aan uw meester, hè. Omdat ik op mijn gsm bezig zat. Wat? Ja, dat kan echt niet, hè. Weet je wat? Je mag vanavond een uurlijke nablijven. Kom, naar de turnles nu, hè. Zullen we staan wachten op? En niet lopen in de gang, hè. Oké. Turnles. We gaan eens kijken hoe dat met... Ja, gaat er maar bij staan. We gaan eens kijken hoe dat met de conditie gesteld is, hè. Jullie mogen de oefening... Ah, steken. Meester? Ja? Joris is gevallen. Ik denk dat hij naar de verpleegster moet. Joris. Auw. Oei Joris, dat ziet er niet goed uit, hè. Wat is er gebeurd? Dat heb je toch zelf ook gezien? Je werd erbij. Joris, ik kan niet alles zien, hè. Iedereen is hier ziek. Ik moet hier alles alleen doen. Hey, wat is er gebeurd? Ja, ik heb mijn voeten geslagen. Weet je eigenlijk wel waarom je dat gebeurd is? Sst. Hier zie je. Zo. Voilà. Zo goed als nieuw. Zo. Ja. Wat is dat daar? Ja. Joris, wat is dat nu weer? Iemand die de debiel was mijn patatten aan het pikken. Zo gaan we toch niet om aan elkaar? En kom, naar het CLB. Vertel eens, Kapoen. Je zit de laatste tijd een beetje slecht in je vel, hè? Is er iets? Iets thuis of zo? Nee, het is niet thuis. Het is op school. Mijn meester, dat is... Zeg het maar, hoor. Je moet geen schrik hebben. Daarvoor is het veel beter. Wat is uw meester recht? Het is echt een dikke spast. En wat bedoelt u daar precies mee? Omdat dat een ongelofelijke dip is. Ah, wel, dat is vreemd, want ik ken hem toevallig en ik vind hem heel sympathiek in. Dus... Dag, Joris, jongen. Dag, papa. En hoe was het op school vandaag? Ja. Kom, we gaan naar huis. Het zijn fietjes vanavond. Kom. Ik kan niet mee, ik moet nou blijven. Zo, voor de school is dat iets, zeg. Zeg, ik ga met die meester gaan babbelen. Kom.